Wie is er al bekend met XCOMderdag? Je wekelijkse longplay van XCOM 2 War of the Chosen. Ik vind het persoonlijk heel leuk om te doen. Ik hoop dat jij de enorm veel te lange afleveringen en de ergernis van iedereen die misschiet kan waarderen. Ja, in dat geval dan ruimt Lennie ze wel op. Oh mijn god. Oh nee. Nee, die gaan niet slaan. Die gaan niet slaan. Plus, Marcel ruimt hem op. Lennart Buck! Lennart Buck! Marcel, wou je Lennart vermoorden? Of... Oké, maar hier waren we op voorbereid. Soort van. Oh mijn god. Oh, dit zijn er wel echt heel veel. Wat? Wat? Kan iemand schieten? Maar ik dacht, laten we het nog eens even mooi bijstaan met een leuke giveaway. En daarom heeft 2K een mooie XCOM 2 poster opgestuurd. Je zag het al staan in de titel, maar het is niet zomaar een poster. Nee, het is deze bad boy. Kent u die nog? Van die translucent 3D-achtige posters. Dus als ik hem zo beweeg, dan zie je ook dat de plaat verandert. Ik bedoel, dit is gewoon het artwork van XCOM 2. Helaas niet War of the Chosen, maar dit is eigenlijk stiekem ook wel een mooier werkje. En deze poster kun je gewoon winnen. Ik ben benieuwd of je er een lijst voor kan vinden. Het is denk ik 1,5 meter bij 1,5 of zo ongeveer. Als je er een lijst voor kan vinden, super gaaf. Ik wil hem heel graag in mijn huis of ergens hier op GNSQ ophangen. Maar helaas, hij moet door naar jou. Dus wat je nou kan doen om hem te winnen, om kans te maken, zeer simpel. Reageer even op de eerste beste XCOM aflevering. Dat mag echt letterlijk overal. Dat mag op Gamersnet, dat mag op YouTube, dat mag op Twitch. Ja, want de video staat ook op Twitch elke week. Laat het daar even weten. De nieuwste mag van mij, een oudere mag ook. Laat even weten dat jij in het team wil. Hoe je in het team wil natuurlijk, want jij kunt een XCOM soldaat worden. En als je dat doet, dan maak je automatisch kans om deze mooie poster te winnen. Wat ik alleen wel hoop is dat je dan daadwerkelijk de serie ook overleeft als ik je mee kan nemen in het XCOM team. Ik ga niks beloven, zo goed ben ik helemaal niet. Tot dusver, spoiler alert, nog niet heel veel mensen doodgaan, dus het zou nog wel eens kunnen. Maar goed, laat het weten, reageer even op één van de vele XCOMderdags en ja, er komen er nog meer aan. Geef je comment, stuur hem in, maak je kans op deze hele mooie poster en dan zie ik jullie in de volgende XCOMderdag. Ik moet een beetje denken aan van die oude basisschoolinstrumenten, weet je wel. Van, oh, dan mag jij dit ding, mag je doen. Hij kan het hebben, hij is stevig.